Zo zie ik dit wit het liefst. Verleden dat het ioniserende pigment mijn dode ogen streelt. Snap je waarom ze de lampenkappen van maken van de huiden? Niemand mij raken kan. En toen ik met mijn miraculeuze ogen tot spartel zag van degene die ik lief heb en die bij mij het rechte pad heeft verlaten, voelde ik dat ik hem moest helpen. Veen. Hartelijk zijn aanklachten ingediend wegens misdaden tegen de mensheid, schendingen van artikel 3 van het verdrag van Genève en van het aanvullend protocol deel 2 en andere zeer ernstige schendingen van de internationale mensenrechten. De aanklachten. 1. Terroristische activiteiten. 2. Moord. Ook Jezus werd ervan beschuldigd om moordenaar te zijn. 3. Doodslag. 4. Verkrachting. Dat is wat ik heb gedaan. Ze een doel geven. 10. Plundering. Ik heb economie gestudeerd in Amerika. De reden ligt voor de hand. Amerika is een modelland. En met de opgedane kennis kon ik mijn land opbouwen. 11. Dwangarbeid. Wat hebt u hierom ter verdediging te zeggen, meneer Taylor? Edelachtbare, ik ben onschuldig. Ik verzoek u de zaak te seponeren. Is u afgewezen? Dan vraag ik de gelegenheid om mijn voorstel. Van zijn. Die van mij zijn pleitheinen, nooit gezien. Wel een dikke tante, maar geen idee of die echt familie is. We zijn, dat is het zicht op de werkelijkheid. Goed gezien, Wink. Je groeit in je inzicht. Ja, nou, de dingen beginnen op zijn plek te vallen. Nou, die fucking werkelijkheid van jou, die begint een hele andere toon te krijgen. Dat komt vooral door de natuurwetenschap. He, ontstaat het droeve verschil tussen de eenvoudige mens die simpelweg gelooft en de zelfbenoemde natuurwetenschappers die door een microscoop gluren.
wordt je dan onmogelijk gemaakt door onvrijmoedig over het ware dat tegelijkertijd de allerhoogste is op te richten. Tot alle mensen, of ze nou blank of zwart zijn, man of vrouw, groot of kleine piemels hebben. Nee, eerst moet worden geconstateerd of hun herseninhoud wel voldoende is om het allerhoogste te begrijpen. Holy shit, Pinkhorst. Als Jezus de microscoop had gekend, had hij bij die apostelen toch onmiddellijk een MRI-scan van hun hersens gemaakt, denk dat. Balkenende. Nee, die gaat over het algemeen staan sterk. Of eenzaam, maar niet alleen. Dat is erg.